muziekdoos. Dat is een unicum in de wereld. Dat is de enige stereo muziekdoos. Ik heb allemaal stereo installatie. Twee box, hoort van twee kanten het geluid. Muziekdoos, normaal, dat is één muziekje. Maar deze niet, je gaat dat direct mee. Na een tijdje zijn de vrienden en vriendinnen die zeggen, ik heb nog een schone doos, je krijgt die van mij cadeau. En op een goede dag krijg ik die doos hier cadeau en ik zie zo die golfjes en ik denk van, dat is een ideale doos om een oceaan in te steken. Maar ja, wel een beetje een grootheidswaanzin. Hè? Een oceaan is een kleine doos, dus ja, er zat niks anders op dan die oceaan in stukjes te knippen. Dus ik dacht, laten we er een spel van maken. De mensen mogen proberen, als een puzzel, die een oceaan terug samen te stellen. Ja, en iedereen heeft zoveel fantasie en iedereen heeft al de oceaan gezien. Dus we hebben een voorbeeldje gegeven, gelijk bij een echte puzzel. Maar dat kan weken, man, misschien nog langer duren dat een oceaan terug bij elkaar gepuzzeld is. Dus onder het werk zegt ze dan tegen mezelf, eigenlijk wil ik toch wel een muziekje kunnen horen. En goed dat er muziekdozen zijn. Ah, het werk gaat toch veel vlotter met een beetje muziek. Hè? Maar als je weken aan het werk bent, zo'n muziekdoosje, dat is altijd datzelfde melodietje. Dus na heel korte tijd, ik kan dat niet meer horen. Ik wil het geluid van de diepzeeoceaan zelf horen. Pas op, hier komt het unieke stereogeluid van de oceaan. Ah, stel je in een oceaan? Ah. Nog niet gehoord, maar mevrouw toch. Hij fietst daar voor zover. Meneer al hoort? Ja, maar. Nou, dan gaat het wel horen, hè? Dan horen, denk ik. Ja. Zijn de vissen, hè? Vrustellen. Ah, dat is enorm stil. Al gehoord? Het geluid van de diepzee? Stil op de bodem van de oceaan. Dit is de enige stereo muziekdoos van de hele wereld. Laten we wel, deze dag ga je nooit meer vergeten in uw leven. Hè. Zoiets komt er maar één keer tegen. Deze nog een keer uit. Tja, we gaan dat een keer bekijken. Sommige mensen zijn nogal erg klassiek ingesteld. Ja, ja, maar muziekdoos nog maar goed en wel met die rare geluiden. Een muziekdoos, dat is zoiets met een opwindmechanisme. Ja, rustig, rustig. Ik heb er ook speciaal voor dat soort mensen eentje gemaakt met een opwindmechanisme. Dan zijn die mensen gerust. Ah ja, dat is een muziekdoos. Daar zijn we niet. Maar je hebt dan die anderen van de experimentele hedendaagse muziek. Dat is allemaal zo klassiek, hoe is dat nu mogelijk? En dat tonale muziek en de dodecafonie. Heeft dat nu voor niks gediend? Wacht, wacht. Maar ja, je schudt gewoon en hebt een geïmproviseerd geluid. En ik heb aan iedereen gedacht, ook de chef-koks, de huisvrouwen en de huizenmannen onder ons, hebben een muziekinstrument. Normaal snijd je daar eieren mee, maar eigenlijk heb je een harp. Niet erg goed gestemd natuurlijk. Een mevrouw daar straks zei van ja, dat komt door het vervoer. Ik moet hem nog stemmen. Het komt niet altijd maar mensen. Heb ik geen tijd om in een harp te stemmen. Voilà, dus een doos voor elk wat wils. Een drumstem gaan maken. Hier dan nog voor doos. Een echte Vlaamse doos. Dat komt er toch niet aan ontbreken. Je doet tenslotte een fietstocht van dorp naar dorp. Dat is hier zo'n Vlaamse doos met de kerktoren. Velen van ons zijn onder zo'n kerktoren geboren. En we hebben zo van die akkertjes. Niet te groot. Vandaag de dag zijn dat meer verkavelingen dan landerijen. En alles gaat traag onder zo'n kerktoren. Dat is zoals een slakske. De traditie gaat voort en dat kruipt verder. Maar altijd in elk dorp, minstens één persoon, maar meestal wel meer, veel jongeren, krijgen het op een uur. Ja, maar sorry, dat moet hier een beetje rapper gaan. Hè. En die breken uit. En voilà, die verplaatsen zich veel rapper dan de rest. Maar soms zijn die aapjes zodanig enthousiast, dat ze al springend, terwijl dat ze nest verlaten, een eigen nest breken. Het verhaal van het Vlaamse land. Voilà. Dat is een prachtig stuk groot bamboe. Dat
groeit hier niet direct bij ons. Dat is een enorm reusachtige stengel. En op een goede dag was ik op concertreis in Japan. En ik dacht, met zo'n grote bamboe kan ik toch prachtige muziekinstrumenten maken. Dus ik dacht, van, laten we in de bamboebush gaan en een paar stengels afsnijden om muziek mee te maken. No way, in Japan mogen vrouwen niet in de bamboebush. Laat staan dat ze bamboestengels mogen afsnijden. Nog zag. Ben ik vroeger bij Dolomina geweest, waarom zou ik geen bamboestengels mogen afsnijden? Dus s'nachts, als niemand van de organisatoren het zag, ging ik toch in dat bamboebos. En wat hoorde ik? Krekels, die alle soorten muziekjes maken, die een melodietje spelen. Maar als je heel goed luisterde, af en toe, wist je dat er daar nog iets anders gebeurde in dat bamboebos. Ja, oei, 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 oei. Die mensen moeten we zeker maar rust laten. Hè. We gaan dan met de mantel der liefde en der stilte bedekken. Wil je een verhaaltje horen over de doosjes? Welke doos zal ik vertellen? Er zijn toch drie. Kies maar. Welk verhaaltje wil je? Die? Weet je wat het is? Weet je wat daarin was vroeger? Een kip, een hele kip. Dat twijfel ik aan. Weet je wat het was? Het was kippenbouillon, inderdaad. Maar de dag van vandaag krijgen die kippen niet altijd zo'n goede voedsel. Hè? Ze krijgen zo dingen die opgeraapt worden van de bodem. Zijn allemaal chemische stoffen dat ze allemaal toegediend worden. En soms komen de kippen op zoiets te lijken. En ik denk dat je zo'n heerlijke kom kippenbouillon kunt opdrinken. Maar van zo'n kip wil je toch niet echt een bolletje bouillon drinken, hè? Want als je zoiets binnenkrijgt, wat gebeurt er met je maag? Ja. De kip is niet content. Nee. Nog eentje? Welke? Deze? Die is eentje die je heel zeker nodig hebt als je een computer in huis hebt. Heb je een computer? Ja, en werkt die allemaal altijd super perfect? Nee? Ah, wel, dan heb je dit nodig. Hè. Je draait er een beetje aan. Kijk. Er komt een schoon muziekje uit. En al die bugs die zich in je computer bevinden, kruipen op dat doosje om dat muziekje beter te kunnen horen. En dan zijn je computers gegarandeerd bugvrij. Maar er is ook iets mee, hè? Luister, dat is toch kerstmismuziek, hè? Dat is kerstmuziek. En het is september. En erger nog, als je erin kijkt. Het opwarming van de aarde, wat kan niet zeggen? Goeie. Allemaal kekentjes. Maar als de mensen zijn die dat niet goed horen, ik heb ook nog een wetenschappelijke test bij. Daar staat een muziekdoos op, maar dat is niet waar. Het is een wetenschappelijke test of jullie gehoor goed is. Ik ga proberen, hè. Hoor je iets? Ja, hoor je iets? Ja, ja. Probeer eens. Hoor je iets? Belletjes, ik denk. Hoor je iets? Ja, ik denk. Hoor je iets? Ja, hoor je iets? Ja. Jij ook? Hoor je iets? Hoor je iets? Nee, dan moet je je iPod lager zetten. Ja.